What the fuck? Kijk, daar zijn zelfs mijn autosleutels hier neergelegd. Per ding die je raakt, krijg je 30 euro. Dus ik kan 90 euro winnen. Zo, dat is even lekker. Goedemorgen jongens en meiden, ik ben net heerlijk... Of ik heb net heerlijk gedoucht. Ja, dat is trouwens een hele discussie in mijn comments geweest. Ik zeg, ik ben net heerlijk gedoucht. Of is het, ik heb net heerlijk gedoucht. Wow, dat is mijn eerste gedachte van de dag. In ieder geval, een hele goede morgen. Kijk eens aan. Hallo, wat zit je er weer heerlijk bij je in je blote mooie lichaampie. Hi. Alles lekker? Ja. Mooi, wat vind jij? Is het, ik ben net gedoucht of ik heb net gedoucht? Ik heb net gedoucht, sowieso. Oké, okay, ja, ik zeg dus, ik ben net gedoucht. Maar je moet het ook niet aan mij vragen, want... Ja, jij bent Belg, dus dat heeft ook geen zin. In ieder geval, ik heb net dus heerlijk gedoucht. Ik zal het eventjes goed zeggen. En het is vandaag weer een ontzettend warme dag. Want zoals we allemaal wel gehoord hebben, is het natuurlijk weer een nieuwe hittegolf. Oftewel, dat betekent dat het echt extreem warm is. En het is vandaag alweer 28 graden hier in huis. En weet je wat dat betekent? We moeten echt naar buiten. Ik heb hier al heerlijk mijn lekkere zwembroekje aan. Maar ja, ik vind dat jij ook af en toe zwembroek aan moet doen. Wil je een zwembroek voor mij? Ik heb er nog een liggen bij mij, denk ik. Wacht, ik ga er een pakken voor jou. Oké, jongens, Alex krijgt lekker de mooie knal oranje zwembroek. Hier, ik heb hier een mooie zwembroek voor jou. Lekker oranje. Oké, ik ben dus hier al het beleggen aan het klaarleggen. En deze jongen zegt gewoon dat hij geen gestampte meisjes kent in België. Nee, weet je niet wat gestampte meisjes zijn? Nee, ik heb dat nu opgezocht en dat is een soort van poeder. Gast, oké, voor de mensen die niet weten wat gestampte muizen zijn. Dit hier zit nu in beeld, dat zijn gestampte muisjes. Oh ja, dit. Maar in België kennen ze dat dus helemaal niet. Nee, man. What the fuck? Ja, we lopen een beetje achter. Misschien binnen 10 jaar dat we dat hebben of zo. Zo, het dakje gaat lekker open. En oh, kijk eens hoe chill. Ik sta hier voor het gebouw te wachten dus op Alex. Want ik ben dus mijn andere zonnebril kwijt. En Alex is dus zijn bankpasje en zijn ID kwijt. Oftewel, dus niet echt handig. Maar ik zie hem daar nu aankomen. Dus ik hoop voor hem dat hij hem heeft gevonden. En? Jeetje, is die kwijt? Oh jee, dit is echt de rot dingen in het leven gewoon. Hoe joh, die ligt hier. Nee, ik heb die. Heb je hem? Oh, hij ligt gewoon hier. Nee. Wow, oh mijn god. Belle is trouwens ook aangekomen. Hoi. Want we gaan dus met Belle en nog andere mensen wat doen. Maar oh mijn god, jij hebt hem gewoon. Ik had de dikste stress, want ik had ook zo de kaart van mijn ouders. En zo, oh, dit. Oh, hij ligt gewoon in de auto. Nice. Nou, zoals ik al zei, Belle is er dus ook. Die is hier net met de metro aangekomen. En waar we dus heen gaan, we gaan dus nu lekker naar een soort van strandboot dingetje. Tenminste, we gaan proberen iets te fixen, want het is dus op dit moment 25 graden. Volgens mij is het echt veel warmer, maar mijn auto's zijn 25 graden. We moeten dus echt even van deze hitte afkomen. Holy moly, jongens. We waren blijkbaar niet de enige die vandaag het plan hadden om iets lekker warms te gaan doen. Of tenminste om iets op het water te gaan doen. What the fuck? Fuck tof. Ja. Oh yo, check dan. Het gaat hier alleen maar door. Rijdt hij nou expres door? Vincent! Gast, alle boten die we wilden huren zijn verhuurd. Ik had toch zo'n vermoeden al wat. Fuck! Ja, ik ook. Nee! Ik dacht misschien kan het wel of zo, maar toch niet. We kunnen ook gewoon deze auto gewoon omkieperen in het water en dan met z'n allen erbovenop. Zullen we dat doen? Zullen we dat doen? Oh. Ja, ik weet het. Het ziet er heel lullig uit. Oké, wat gaan we nu doen? Strand of iets anders? Ja, wat is iets anders? Geen idee, we gaan iets uitzoeken. Strand. Oké. Nou jongens, we zijn bijna op het strand. We zijn eens eventjes een stukje verder gereden. Eigenlijk echt een stuk verder, maar... Ja, we hebben een stukje verder gereden, ja. Oké, dat is Vincent via de telefoon. Doei Vincent! Ik heb opgehangen. Maar, daar kijken we echt naar uit, toch? Ja, dit is wel te lang. Oké, jullie gaan straks... Straks gaan jullie op het strand komen en dan denken jullie echt... Wow, dit is echt een ziek strand. Dat is echt veel groter vergeleken met mij. Nee, ik durf niet in te halen hier. Kijk joh. What the fuck? What the fuck? Oh, joh. Dit is een groot strand. Ah, jeek. Kijk, het is ook echt super druk, maar je ziet daar achter helemaal het strand liggen. Ja? Ja. Hey. Dat is wel iets groot. Oké, dit is wel iets, ja. Dit is wel groot, hè? Ja. What the? Zo jongens, volgens mij staat ook heel Duitsland hier, maar oké. Ik heb allemaal Duitsers die... Zo, kijk dan, we moeten helemaal schuin uitstappen. Nou, vrouw met bier. Het kan niet beter. Lekker. Kijk dan jongens, dit is wel een dikke Fiat 500. Mijn zus heeft ook een Fiat 500, maar misschien moet ze hem eventjes zo laten maken. Nou, jongens, denken jullie dat hier plek is ergens? Of, We gaan echt letterlijk in het midden liggen.
Zit nog gewoon in het, ja precies daar in het midden. Oh, yo. Dit is dus Oudorp, jongens. En dit is dus echt een van de grootste stranden van Nederland. En hier heb je zeg maar altijd plek als je hierheen gaat. Dus dat is wel echt super fijn. Ja! Jongens, kijk hoe zielig dit eruit ziet. Gewoon deze kleine handdoek. Wie komt ons helpen? Zelf zielig. Hey! Een goede Instagram story. Of mensen handdoeken voor ons hebben. Zal ik het gewoon vragen? Ja, doe. Oh, dit kan echt niet. We zijn dus weggegaan zonder handdoeken mee te nemen. En dit lag dus nog achter in de auto. Maar het is echt super klein dit. Jongens, we worden lastig gevallen. Oh, ja, nu gaan jullie ineens weg. We worden lastig gevallen door deze mail. Ik wil ze net wat geven. Kom, hier. Kom. Nee, oké, dan niet. Kijk hoe zielig wat erbij zit. Ah, nou, nu ziet het er wel gewoon gezellig uit. Gewoon handdoekje erbij, hè? Ja, er komt niemand meer. Maar kijk, Alex, jij bent wel echt de witste van ons allemaal, man. Oké. Dat kan echt niet. Oké. Kijk, vergeleken met Vincent. Holy shit. Kijk, dit is een smooth boy. Oh. Oké, ik mag eigenlijk niks zeggen, maar ook net zo wit. Ja, Bella heeft dus geen bikini mee, dus vandaar dat ze zo zit. Eerlijk, we gaan naar het strand, nemen deze handdoeken mee en je neemt geen bikini mee. Ja, sorry. Goed voorbereid. Ik dacht, we gaan varen, dan ga je niet zwemmen. Ja, oké. Waarom niet? Ja, dat is ook onzin. Nee. I don't know. Ik weet niet wat er voor binnen was. Oké. Ah, Finny heeft een bal gefixt. Lekker, jongen. Heb je hem net gekocht? Ja. Oh, shit. Oh, shit. Oei, oei, oei. Oké, schop hem keihard tegen Alex aan. Ja? Ja? Oh, oh. Ja? Oei, oei, oei. Nee, rustig. Ja? Rustig. Oh, shit. Holy fuck. Oké, jongens, we hebben hier drie dingen staan. Vincent staat daar. Oké, per ding die je raakt, krijg je 30 euro. Dus je kan 90 euro winnen. Ready? 3, 2, 1, go! Oh, shit. Oh! Oei, oei, oei. Oké, je hebt 3 kansen. Jij hebt nu nog 2 kansen. Wacht, ik ga er nu eentje hier zetten. Zo. Want als je er eigenlijk 1 raakt, heb je gelijk 3 raak. Oké, nog een keer. Hop. Gas, niet mij raken. Nog 1 kans. Oké, komt ie. Ja. 3, 2, 1, go. Oh, joh. Nee. Oh, gas. Gast! Er zat nog in! Er zat. Nou, nu kunnen we het bier niet meer drinken. Oh, dit is zonde. We moeten een prullenbak pakken, kunnen we ingaan schieten. Oei. Oké, je mag op mij schieten, ja? Ik ga stilstaan. Wat vind je met dat te filmen? Ja, ready? Ja. Kijk uit, bellen! Oh, mijn god! Ja! Het was wel spannend. Het was wel heel spannend, intens. Nou meid, toch het water in. Ja, toch wel. Lekker met je bikini, hè? Ik ga het gelijk. Moet je nat spetteren? Wat als ik dat nu doe? Wat als ik 50 euro van je? Nee. Krijg je daar 50 euro van me? Nee. Wat als ik het nu doe? Hè? Laat door. Nee, grapje, rustig. Echt, ik doe het niet. Ik ben daar. Ja, joh. Nee, hey! Wacht, maar Alex kunnen we gewoon nat maken. Maar Alex maakt het niet uit. Nee. Meisjes kunnen we niet pesten, maar Alex kunnen we wel pesten. Nou jongens, we gaan nu terug naar onze plek. Maar net hadden we dus al die mail aanval, dus waarschijnlijk zitten er nu echt 3000 mail bij onze plek daar. Ik zie ze nu al vanaf deze afstand. Oh yo, je ziet ze in de verte misschien al. Als je erop inzoomt, oei. Wacht. Nou jongens, kijk eens aan, daar zitten ze hoor. Kom, ja, weg. Alsjeblieft. Zo, oh kijk, dit is helemaal geplunderd jongens. Oh, bierflesje, die moeten we opruimen. Oh, een handdoek, schoenen. Oh, koekjes, alles gewoon. Jeetje. Meeuwen zijn echt rotbeesten. Nou, dit moeten we allemaal even opruimen met plastic. Ja. Jongens, kijk. Holy shit. What the fuck? Kijk, daar zijn zelfs mijn autosleutels hier neergelegd. Oh, joh, stel je voor die had ze helemaal meegenomen. Weet je, hebben ze hier schoenen kapot gebeten. Zo. Stel je voor, die autosleutel lag helemaal daar of zo. Dit is een bosje in de tuin, weet je ook niet waar die is. Oh, joh. Kijk dan jongens, nog zo'n dikke Fiat. We lopen nu net terug naar de auto en er staat er toevallig weer één hier. Ik weet niet wat het is, maar heel ziek. En we zijn weer terug. Oh shit, jongens, zit een vlinder in mijn motorkap. Zou die nog leven? Het lijkt alsof je, als je hem trekt, zie je? Trek hij hem. Leeft wel nog. Huh? Trek hem eruit. Oh, hij leeft nog. Wow.
Wat soort van? Hoofd. Nee, maar... Nee. Oh, hij heeft een gebroken vlinder. Oh. Of een gebroken vleugel. Oké, okay, maak hem dood. Nee, nee. Jawel, dat is toch zielig. Jawel, dat is zielig als hij... Ja, echt? Ja, ik ga het niet doen. Ik ga het ook niet doen. Dit durf ik echt niet. Oh. Dit is echt dilemma's, man. Je wilt zo'n beest ook niet doodmaken, toch? Ja, niemand gaat hem helpen, hoor. Er is geen dierendokter of zo. Oh, jongens. Ja, maar shit. Oké, okay, doe het. Niet trippen, kom. Wat moet je in zo'n keuze doen? Doodmaken? Doe het! Als je weet dat je ooit doodgaat, wil je dan korter lijden? Ja? Ja. Dan weet okay, ik ook. Alex, doe het. Maar... Nee. Oh. Nee, nu doe je hem alleen nog maar pijn. Wacht. In één keer. Oh, fuck, nee. Maar waarom moet ik niet dood? Oké, okay, we laten hem hier liggen. Oh, dit is zo herkenbaar, dit heb ik zo vaak gehad. Oh mijn god, dit hebben jullie sowieso ook echt super vaak gehad. Dat je echt dacht van, moet je hem doodmaken of moet je hem laten leven? Je weet het maar nooit. Ja, jongens. Kijk eens, we zijn weer terug. Zo, lekker van het strand genoten? Heerlijk. Mooi. En jij? Genoten. Fijn. Serieus? Zitten jullie nou echt naar mij te kijken? Ja, wat was dit? Waarom zit je naar mij te kijken? Gewoon. Stom zijn jullie. Ja, het is gewoon leuk. Je bent toch een YouTuber? Ja, oké. Okay. Mensen komen naar je te kijken. Dat is waar. Jullie kijken wel graag naar mij, hè? Nee, oprecht, jullie zitten al de hele tijd video's van mij te kijken. Dat is letterlijk de eerste. Grapje. Oh, oh, oh. Het is 23:30 s'avonds en ineens zijn jullie ook gewoon allemaal bij mij op bezoek. Ja. Waarom? Dit is best wel ernstig. Dit is heel serieus. Nou, vrouwtje staat gewoon jouw kattenbak schoon te maken, maar je dat zelf niet doet. Dat is niet waar. Mama, leg eens uit dat jij mijn kattenbak helemaal had opgefokt. Niet mij de schuld geven, nee. Want ik heb altijd de steentjes en alles goed schoongemaakt. Echt niet. Nou. Luister, mijn moeder had een vies hout, dus heel verkeerd spul ingedaan in mijn kattenbak. Waardoor dus heel de kamer ging stinken daar. En ik deed het altijd net schoonmaken en alles. Maar met dit was het niet meer te doen gewoon. Dus mijn moeder heeft nu alles weer nieuw schoongemaakt. I love you. Oh, gelukkig. Maar het is wel ernstig dat jullie dit om 23:30 s'avonds komen doen, na een verjaardag. Mama, ik vind het wel echt buitengewoon dat je dit gewoon voor mij komt doen. Ja. Je bent wel echt de liefste moeder ooit. Word je nou emotioneel? Nee, ik heb het warm. Oh, ik dacht dat je moest huilen. Fuck. Kijk eens. Nou, gelijk lekker poepie doen. Hoppa. Hé, hey, nee, oh, met z'n tweeën. Ja joh, lekker gezellig. Nee, dat doe ik tegelijk. Ook niet gelijk. Nou ja. Oh ja, ik ga ook met z'n tweeën gaan scheiden. Kom, gewoon met z'n tweeën scheiden. Nice. Hey, what the fuck, jongen. Wat is dit? Kan je nagaan. Hé, hey, what the fuck is dit? Nou ja. Eeuw. Heel vies dit. Kijk dan. Ja, jongens, het heeft geen zin allebei een kuiltje maken. Boys, denk na. Eén is genoeg. Als de ene kuiltje maakt, heeft hij voor de andere ook kuiltje gemaakt. Dat kan toch niet. Jongens, doe rustig. Er hoeft maar één kuiltje te maken. Kom maar, Ivy. Nee. Hij gaat nu naar zijn poepjes te kijken. Oh, wat de fuck gebeurt hier allemaal? Jongens, wat is dit? Jongens, wat de fuck is dit? Wow. Fijne vinden. Oh, ja, maar dit spul is ook 10 keer beter. Ja. Oké. Okay. Nou, dit is echt... This is the face of poop. Ze zitten nu bij je te poepen, hè? Oh, ja, lekker ja. Oh, godverdomme! Ja. Godverdomme! Nou, kijk de koppie. Dat doen we toch ook niet bij jou? Nee, oké, dit is waar. Waarom staan we hier met z'n drieën toe te kijken hoe die katten zitten te scheiden? Even serieus, dit is echt heel raar. Ja, ze zitten echt... Dit is heel raar. Ivy zit echt te wachten. Dit is ook gewoon aan poepen. Dit is het gezicht wanneer je aan het kakken bent, jongens. Ja, ik zit ook gewoon aan het poepen. Ivy, joh, tegelijk allebei. Oh, lekker. Oh, heel vies dit. Oké, laten we Ivy met rust laten. Dat is beter. Succes. Doei. Ah, zo, jongens en meiden. Ik ga slapen. Dat is het einde van de dagnieuws. Oftewel, ik wil jullie enorm bedanken voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk vonden jullie hem leuk. Alex en Belle zijn alweer weg en thuis. Maar ik heb een hele leuke dag gehad. En ik hoop dat jullie deze vlog ook hartstikke leuk vonden. Mijn ouders waren hier dus net. Inderdaad, met die kattenbak, what the fuck. Maar in ieder geval, jongens en meiden, bedankt voor het kijken. Vergeet niet om te abonneren hier onder mijn kanaal. Om nog even zo'n blauw duimpje hoog achter te laten. En dan zie ik jullie morgen weer bij een hele nieuwe vlog. En dat wordt leuk. Dat kan ik jullie beloven. Dus ik zeg, later. Oh,